DJ Pieter-Jan Hannes, hij lijkt rustig. Pieter-Jan Hannes heeft een beetje schrik om op iemand zijn voeten te trappen. Pieter-Jan Hannes, hij staat er nog altijd. Pieter-Jan Hannes, wat een fantastisch atleet. En Pieter-Jan Hannes, uit het gewoel blijven. Pieter-Jan Hannes, ik hoop dat hij een beetje kan meedoen. Voilà, normaal zegt een Bobby nu daar is hem inderdaad de volgende aflevering van de Jogclub. Na tien passages is het heel ver gekomen, want dan er geen Bobby en geen Seppe bij deze keer. En heb ik het volledig in handen genomen. Uh, ik moet zeggen, de Seppe die ziet er verdacht goed uit vandaag. Want het is niet Seppe, maar het is Anna-Klaas, die hier in de studio zit. Dag PJ. Hey Hanna, alles hey. goed? Ja, alles goed. Oké, okay, top. Ja, we hebben alle twee een beetje een, een heze stem. Mm -hmm. Je een beetje een, een keelontsteking gehad, had je gezegd? Ja. Uh, ja, een bacteriële infectie, denk ik. En ja. antibiotica moeten nemen en zo. Ja, oké. Okay. Dus ja, maar ik voel me nu wel al terug beter hoor. Het is gewoon af en toe valt mijn stem weg, dus. Uh... De mobiety kan dat allemaal knippen en plakken. Ja. Ik, ik ben er bijna ergens verloren tussen Fred Again en de quiz over the Stone Age op rechter, dus. ja, Dat is een andere, ja. een betere excuus. Ja, dat is leuker alleszins. Ja. <laughs> dat. Uh, ja, je hebt recent het Belgisch record op de 400 horden gelopen. U verzekert voor uw tweede deelname aan de Olympische spelen. Het gaat goed? hè? Ja, het is eigenlijk echt zot. Um... Ik ging naar de La fond voor mijn limieten lopen waar we een spelen, maar ik had niet gedacht dat ik ook ineens het Paris record ging lopen. Um, en ja, natuurlijk echt fantastisch. Hè? Dat is ja. een keisterke tijd. En ik heb mezelf echt overtroffen. Ja, dat nee, is top. Ik, uh, ik, uh, ik was er aan het kijken en ik dacht: oh, hoe sneu als je nu Brit bent. Want de tijden is, die, die Britten tellen die dan niet mee voor de spelen. Ja, inderdaad. Want ja. dat, dat had wel horror geweest. Hè? Allee. Ja, ja, ja. En bij de... Ik denk ook in Frankrijk, hè? Dat Frankrijk ook niet. Ah, Frankrijk ook? Ik denk het. Ja, ik ja, ben niet zeker. Maar ja, inderdaad, ja. ja, dat is wel jammer dat dat voor hun niet meetelt. Ja. Want het is op zich wel, ja... Ja, ik denk... Het is wel geldig. Ja, ja. 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 Ik denk zeker voor de kortere afstanden zal het nog wel een verschil zijn. Maar als het telt voor World Athletics, dan moet het gewoon tellen in mijn ogen. Maar ja, well, ja, inderdaad. Ja. 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 Oké, okay, ehm... Um... Ja, 54, 33. Het uh, nieuwe Belgische record. De 400 hoorden is een beetje een revolutie bezig, hè. Samen met de 1500, denk ik ook. Nog een aantal nummers. Ja, ja ze ook de 400 vlak, denk ik. De 400 hoorden bij de vrouwen. Um, de laatste jaren dat niveau is enorm omhoog gegaan. Ik zei vorig jaar nog, ik diep 5520. Waarmee dat je eigenlijk, dat, bijvoorbeeld in 2018 of zo, een makkelijke medaille had op Europees niveau. En nu is dat gewoon, allee, moet je een lage 54 halen of, allee, ja, ik weet, niet, ik vind het niveau echt zot, ja. uh, dus dat is wel echt een groot verschil. Ja, van de week passeerde er een afbeelding op World Athletics dat je het wereldrecord had gehad begin jaren 80, met je tijd nu. Ah, serieus? Dus, ja, dus ah. dat was toen het wereldrecord nog maar, dus dat is eigenlijk nog niet zo zot lang geleden. Ah, dus dat, dat geeft toch al wel, al wel aan dat dat, ja. allee, hoog hoog dat niveau in de 400 worden geworden, je zit nu met ja, de Laila McLaughlin, mm -hmm. Emke Bol. Ja, ja, want vorig jaar was ik, ik was echt gefrustreerd. Ik zei ik loop eigenlijk een superconsistent seizoen. Maar om echt mee te doen met de rest moest ik 54 lopen. En ik raakte maar niet in die 54. Ja. Um, dus ja, dat is echt wel een groot, ja, groot verschil de laatste jaren. Ja, en deze is nu het eerste volledige jaar bij Carol Bam na, na enkele um, jaren bij Jacques Bourlet? Ik denk in uh, oktober twee jaar. oké. Ja. Okay. ja, dus. ja. Maar je voelt je daar wel goed, denk ik? Hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is super tof. Ja. Heel leuke groep. En dan ook met Cynthia en Anne. Um, ja. Voor mij is het echt perfect. Oké. Okay. Ja. Top. En dan nu in één uh, richtlijn. Eerst nog Budapest en dan richting uh, de Spelen. Ja, Budapest komt er eigenlijk al snel aan, hè, binnen een maand. En dan um, ja. Olympisch Olympische spelen als nog een jaar. Ja. Dus, wat, wat, wat mogen we toewensen richting Eerst Boedapest? Een finale, denk ik. Ja? Dat al, uh, dat je me dat nou wel mocht toewensen. <laughs> Oké, okay, we gaan dat doen. We gaan, gaan kaarten. doen. Uh, dat zou ook cool zijn. Ja, dat zou echt cool zijn. Ja, McLaughlin loopt niet mee. Delilah wel? Heeft, heeft McLaughlin beslist? Ik... ik weet het niet. Ik heb nog niet weet... gepasseerd. Ze ging na de trials beslissen of dat ze hoorden of Ah ja, daar, dat doen. was toch nog een twijfelgeval? Ja. Dat wist ik zelfs niet. Ja, Ze ah, heeft okay. een interview gegeven op de trials ja. van Amerika. Um, dat ze. Nog ging beslissen, kijken maar haar coach. Um, okay. Ik denk dat dat Bobby Bob Curry is. Ja. Ja. Um, of, um, of ze 400 of 400 wilde gaan doen. En dan krijgt ze een wildcard, want ja, ze heeft de raadslid niet gelopen, hè? Ja, het leeft een wildcard, ja. ja. Omdat ze wereldkampioen is. Ja. Ah ja, oké, okay, dat staat er nog op. Oké, okay. spannend. Dus ik ben benieuwd wat ze ja beslissen, maar ik denk dat ze 400 vlak gaat doen. Ja, denk ik ja. ook. Ja, ja dat is heeft ze ook nog... wel heel hard aan het gaan en ze nog wel veel progressie, maar ja, dat denk ik ook. Ze heeft ja. er nog niet veel gedaan en ik denk als ze daar dan op een WK dan echt kan pieken, ja. Ja. Oké. Okay. Topie. Ja, ja, ik... Um, we kwamen elkaar al tegen, sinds lang, hè. Dat ja. was, was weer even geleden. In Leuven. In het ja. Ja. Een beetje dan de praat gegaan. En je vroeg van, ja, wat zijn bij u de plannen? Hey, Parijs? Ik zei, ja, Parijs. Ik weet het niet. Um, ik zit met EK in Brussel in mijn hoofd. Mm -hmm. En als ik dat haal, dan zou het misschien wel kunnen zijn dat ik dan, dat ik dan stop. Om, omdat ik me geen, geen mooier afscheid kan wensen, dan. Um, dat is daar nog niet helemaal in steen geschreven, maar dat, dat, dat speelt toch wel. En je zei, ja, voor mij ben het ik hetzelfde in Parijs nu. Ja. Ik, ik vond dat wel leuk. <laughs> ook, al, ook al is dat zo ergens een, een semi-triste mededeling: van, je ah, gaat stoppen. Maar ik vond dat wel leuk om iemand tegen te komen die zei: van, ah, wel ja, het is. Het is hetzelfde. Het is, ja. Ja. Maar ik vind, het is ergens, ja, triest. Maar alleen voor mij op dit moment voelt het wel echt wel een. Allee, het moment dat ik echt beslist heb, oké, okay, Parijs wordt mijn laatste kampioenschap, want ik heb een paar momenten in mijn carrière gehad dat ik dacht ga ik nu stoppen of niet omdat ik echt ja, mijn blessure en, ja. Ja. Um, en dan toen ik zei, oké, okay, ik ga toch nog alles op alles zetten voor Parijs, dan, ja, dan was er zo precies een, een truc of zo vanafgevallen. Ik weet niet, dat was precies dat ik zo wat meer bevrijd kon trainen en lopen, maar er, zo, er moest niks, ik moest niks bewijzen, um, Ik moest zelfs voor mezelf eigenlijk niks bewijzen. iemand vroeg mij van ja wat maakt als je nu zou stoppen zou je dan blij zijn met je carrière mm -hmm. en ik zei van ja eigenlijk wel Allee, ik moet eigenlijk niks meer nog doen om blij te zijn of fier te zijn op wat ik gedaan heb mm -hmm. snap je wat ik bedoel ja, ja absoluut dat ik dan op zijn moment had van oké okay, dan ik moet niks meer bewijzen dus alles wat er nu komt is bonus ja. en ik ga er gewoon extra hard van genieten en ik amuseer mij ook echt ook veel harder ja en dan gewoon zelf dat eindpunt van parijs vindt en gezegd van oké okay. Ja. Dat, dat wordt het. Ja, en in het begin, zo in, wanneer was dat? In november of december? ik dat zo, oh, nog een jaar en een half. Ik weet niet of ik dat nog wil. En ja. al die trainingen, dat is zo zwaar. Je ja, kent die winterperiode allemaal zo. Ja, ik heb het geluk ja, dat ik, geluk dat ik zo nog wel leuke dingen kan doen. Ik mag gaan lopen in een bos. en... en is ja. een keer op naar fiets springen als alternatieve training en dat is best nog wel functioneel voor hetgeen dat ik dan doe maar 400 orden is toch nog net iets anders. Ja die training was echt, ja, geen, allee, dat is gewoon niet tof. Allee, ik moet dat echt zeggen hoe dat het is. 400 meter training dat is niet leuk. Dat is, elk, dat is echt gewoon pijnlijnd <laughs> en, en misselijk voelen en alles tegelijk. Um, dus ik dacht, hou nog een jaar en half ga ik dat nog kunnen? Ga ik dat fysiek ook nog kunnen? Mentaal? en dan begon ik zo samen met ja, een coach die mij begeleidt zo een planning te maken van oké okay, wat komt er nu nog wat zijn de volgende stappen en dan een trainingstage en dan een WK en dan dit en dat en Tussendoor ja waar ik ook een boek ik ben een boek aan het schrijven ah oh, cool ja en, um, en dan nog allee, bepaalde zo highlights in het seizoen van oké okay, dat, dat project wil ik nog realiseren voordat ik stop en al, zo allemaal zo dingen en dan zo ah oh my fuck ik heb eigenlijk geen tijd ja. meer en allee, ik is heb niet meer jaar, ja een jaar en half ja. om te, ook om uit te zoeken wat ik daarna wil gaan doen is uiteindelijk een jaar en half was ineens zo van dat is eigenlijk niet meer zoveel. ja ja ja, ik, uh, ik vind het wel knap dat je zelf ook gezegd hebt van oké, okay, dan, dan is het wel genoeg geweest. Want ik ben ook super blij met mijn carrière, ook al komt er geen nieuw hoogtepunt. Um, dat weet je nog niet, hè? Nee, dat, ik hoop daarop. Ja. Dat is een beetje waar ik wel naartoe aan het werken ben nu. En, en ik wil ook absoluut kunnen stoppen op, op een hoogtepunt. Dat lijkt me mm -hmm. super cool om te kunnen doen. Eigenlijk bijvoorbeeld nu die Wout Poels, die een heel zijn carrière gereden heeft voor grote ploegen, geknecht. Hij heeft een monument gewonnen en die droomde van nog eens een Tour-etappe te winnen. En heeft een schoon etappe gewonnen. Het is 4 of 35 jaar nu. Ja. Oh, dat is toch een top moment om te kunnen stoppen. En dat, dat zou ik voor mezelf dan nog wel willen. Maar voor de rest ben ik kei blij met mijn carrière. en Ook al loop ik geen enkel persoonlijk record niet meer, is het echt wel prima geweest. Ik had er misschien meer kunnen uithalen. Dat kan altijd. Maar ik ben daar zelf kei blij mee. Maar bij mij is het eigenlijk gekomen, um, mijn vrouw Cindy die zei van. Ja, alleen met de zaak nu, we hebben het heel druk en je gaat dan op stages en je wil het terug wat heftig doen. En dat is leuk en dat is goed. Maar hoe lang denk je dat eigenlijk nog te doen? Want dat ik dat zo toch een beetje weet, is dat nog een jaar, is dat vijf jaar? En ik was daar wel van aangedaan. Zo van, eerst in het begin was dat zo van: durfde je dat aan mij vragen? Ja. Terwijl eigenlijk was dat een keihard kei nodige vraag gewoon. En, en merk ik dat ik, sinds ik dan die knoop heb doorgehakt, van ja, wat is voor mij het mooist mogelijke moment om te stoppen? En ja, Parijs zou ook heel mooi zijn, maar ik moet er wel geraken. Dat is, dat, is, dat is momenteel wel een logistiek probleem. Wacht, wanneer is de timing van Brussel? Dat is nu in december. Dus, ja, dat is nu al, ja, ja, dus ja, dat ik... komt dan wel heel rap. Ja. Um, maar ook daar moet ik nog wel zien te geraken, hè, want ik zeg wel van ja, je wilt Brussel. Maar dat ja. dat is niet simpel momenteel in Melbourne. Nee. Dus um, dan, uh, dan, dan, bij mij is het eigenlijk gekomen door, door dat vroeg die vroeg: ja, hoe lang wil je dat eigenlijk nog? Nog verder doen. Mm -hmm. Er is wel een groot verschil tussen topsport en gewoon een beetje voor de leutsporten. Hè? Want ik neem aan dat jij ook al dat wel zult blijven sporten. Maar... Ja, ja, zeker. Allee, ik zou een leven zonder sport niet kunnen inbeelden. Nee. Maar uh, topsport is echt wel op alle vlakken, vind ik wel heel intens. Ja. Mentaal, fysiek, um, je hele leven draait er bijna rond. En ik kijk wel echt heel hard oprecht uit naar het moment dat ik gewoon Terug een spontaan leven kan leiden. Hoe is het gewoon, van, oh. de city trip vandaag, nee. alleen vertrekken op die trip dit weekend, of uh, mijn vriendinnen uh, ja, gaan uit, of alleen snap je wel een etentje zonder zo te veel na te denken. En ja, gewoon. Dat, die ene maand op een jaar dat ik dat kan doen, is mm -hmm. zo bevrijdend dat ik daar nu echt ook wel naar uitkijk, dat dat gewoon mijn leven terug kan zijn. Ja, ja. ja ik merk nu de laatste twee jaar. Vooral zien dat Zin die ontdekt heeft dat ze eigenlijk wel een sociaal capabele, toffe vent heeft. Als die er niet te veel aan het op sport doet, ja. is het, naast de zaken nog de extra spreidstand erbij gekomen van het sociaal leven. Ja. En dat het heel moeilijk is om terug dat in te krimpen in, richten, ja, in functie van doel. Dus ik moet ook wel vertrekken als sint is op stage, want anders dan. Te veel afleiding. Ja, ja dat begrijp ik. Ja. ja, dat is een moeilijk evenwicht, hè? Het is, uh... het is zeer moeilijk, ja. Maar top-sport tout court. Ik hoor zo vaker en vaker zo de uitspraak van. Ja, maar bedrijf, alleen zo'n zo business is toch ook topsport? Dan denk ik, Jan weet echt niet over wat ik spreekt. <laughs> maar er zijn, ik moet wel zeggen, er zijn heel veel vergelijkingen. Het is topsport. Tuurlijk. En zo doelen halen. Ja. Alleen zeker in de salessector uh, sales en zo. Maar um, ja, bij ons komt dat fysieke aspect. Hè? En, ja, ik ja, echt denk, één ja. momentopname ook. Hè? Het is zo, pieken naar één moment en dan ja. moet alles. Goed zitten en ik denk dat dat in het bedrijf meer zo'n langere periode Alleen zo, dat dat iets verspreiden is. Misschien moeten we CEO sowieso 400-meter trainingen geven. Zo. Ja, goed van het laktaat. Ja, inderdaad. Zo en dan vragen, meter, en is, 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 is het vergelijkbaar? Of? <laughs> maar ik denk, het, dat is eigenlijk ook het stomme draai, want als je iemand zegt van loop een 400 meter, die gaan nooit nee, die de pijn dan voelen dan nee, die wij voelen. Omdat ja. je moet echt al ja, goed getraind zijn om zo hoog in laktaat te ja. kunnen gaan. Ik heb zelfs geleerd dat. Uh, afstandlopers zeggen dat ook wel vaak zo, van sprinters, van die ja, zeg je, uh, is dat trainen. Yeah. Ik heb uh, een paar jaar nadat ik bij Rikje gecoacht heb, bij Theo Joosten, een Nederlander gecoacht, die echt op plaktaat werkte. En dan heb ik wel leren verzuren en leren door die neurofysiologische barrière te gaan van je lichaam rapper te laten lopen dan dat het eigenlijk wilt gaan. Mm -hmm. is Heel pijnlijk. Ja, je zat ja. daar echt slecht van, van rap te lopen. Ik ja, ja, veel ja. mensen dat onderschatten. Ja. ja. Uh, zeg in uw boek over wat gaat dat dan uh, dat gaat over eigenlijk mijn laatste jaar richting Parijs. Dus, Oké. Okay. Uh, um, 500 Days to Paris. Oh wow. Wanneer, wanneer startte die? Uh, dat was in februari, is was dat gestart, okay. denk ik. Oké. Ja. effectief 500 dagen voor uh, Parijs ben ik beginnen schrijven. Oké. Okay. En um, het, gaat niet, het is niet echt een, een, een allee, autobiografie of zo. Het is eerder zo van ervaringen, ja. maar dan ook de, de, de theorie niet, maar zo de psychologische aspecten erin. Ja. Takeaways en... Um... Het, is, het is niet in dagboekvorm? Uh, nee, Allee, het nee. is niet elke dag. Het is, echter zo, het is eerder zo van ja, ervaringen, um, setbacks, maar ook maar mentale momenten. Bijvoorbeeld in, in, in april dat ik op stage in, uh, in, in Turkije ja. en ja, eigenlijk ging alles perfect en ik had dat nog nooit meegemaakt. Snap je? Uh -huh. Dus ik was in goede vorm, ik had een goed indoorseizoen gedaan, um, mijn trainingen gingen goed ik was niet geblesseerd geweest alles was eigenlijk volgens schema gegaan en dat was de eerste keer dat ik dat heb kunnen meemaken mm. waardoor dat ik mezelf begon te saboteren want dat kan niet dat alles goed gaat er moet iets verkeerd gaan Snap je alles mijn privéleven zat goed um, mentaal zat het goed fysiek zat alles was perfect dus jij ging dan uh, shotjes drinken in het café of nee. hoe moet ik me dat voorstellen <laughs> nee maar gewoon wat, wat ik dan begon alles in twijfel te trekken okay. Dus eigenlijk begon ik gewoon alles te twijfelen en oh, zou ik dat wel doen en dit en zou ik niet wat minder trainen, misschien ben ik te veel aan het doen en zo alles beginnen ineens in twijfel te trekken. Um, en dan op het moment dat ik dan ben beginnen te realiseren van ja, je bent jezelf aan het saboteren. Want op, dan ineens gingen mijn trainingen ook niet. Ik kon niet meer over de horde. Mm -hmm. Ik kon letterlijk niet meer over een horde lopen. Ik blokkeerde compleet. Oh. Dus ik zei, ja, maar je zegt gewoon jezelf echt aan het saboteren, puur zelfsabotage. En ja, over die dingen schrijf ik dan, snap je? Dat, is... dat, dat is ook gewoon omdat je nu wel ervaren atleet bent, dat je die zelfreflectie kunt doen, denk ik. Ja. Ik heb ook al gemerkt, bij mij is dat dan naar blessures toe. Ik heb zo soms van, push ik mezelf nu minder hard dan vroeger, terwijl ik eigenlijk meer kilometers liep dan dat ik prof was. Maar dat ik voel, ik ben eigenlijk gezonder, ik steek fitter in één. Ik vraag me dan ook soms af, zet u nu beter aan het luisteren naar uw lichaam, of push je je nu minder hard? Mm -hmm. uh, dus die, allee, die grens is wel, is wel moeilijk om te zoeken. Maar ik denk... Het feit dat je die zelfreflectie kunt doen, dat zou je waarschijnlijk tien jaar geleden nog niet gekund hebben. Nee, nee, nou ja, ik heb natuurlijk wel een heel team rond mij dat mij ook wel helpt en ja. mij ook wel die spiegel voorzet. Hè, van, mocht het jezelf ook gunnen om, wat is, wat is het nu dit jaar? Het jaar is dat alles in één valt, alleen elkaar past. Dat alles, ja. alle puzzelstukjes ineens kloppen en dat, dat je ineens het seizoen van je leven loopt. En dan zei ik zo van ja, maar ja. Allee, ik was zo, waarom zou dat nu dit jaar ineens zijn? Um, en dan is dat ook van, ja, maar mocht het jezelf echt gunnen om goed te zijn, om succesvol te zijn? En dat is ook iets, dat was voor mij echt een proces van het mezelf ook toelaten om suc succesvol te zijn. Maar ik denk, na de afgelopen twaalf jaar carrière die je gehad hebt, dat je een van de atleten zei dat de meeste mensen het je zouden gunnen om <laughs> ja. dat seizoen te hebben. Je hebt toch keihard veel. Ja. Setbacks gehad en ja. momenten van terugkomen. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet wat jaar dat was, maar ik heb al ooit wel eens gedacht. Van, ik denk eigenlijk dat Hanna nu zo goed als gestopt is en dan zet je toch terug herbegonnen. Ja, 2016 dat, ja, was dat ja ik ben ook effectief gestopt. Hè? Dat was na de rio na, Olympische na rio, Spelen. ja. 8 ja. ja, ja. mei echt compleet ja, gestopt. Ja. Ja, ik had beter samen met u toen even gestopt. <laughs> dat had me beter gedaan, denk ik. Nee, nee ja. maar ik heb dat toen echt gedacht. Ik denk, ja, oké, okay, Hannah, ik, ik, allez, we zien die niet meer en, en ik weet niet wat ze nog aan het doen is. Ja, ik zat toen met mijn heel chronische achillesbeeldblessure. Uh, dat was al bijna drie jaar aan het aanslepen. Operatie gehad. Ja, nog altijd met heel veel pijn. Uh, ik ging echt ja, trappen doen, was pijnlijk. Te veel stappen was pijnlijk. Alleen mijn dagelijkse leven. Ja, dat, was, alleen, ja, dat ja. was echt gewoon niet meer tof. En ja, op training ging het dan ook helemaal niet meer. Um, dat ik echt ja, begon te wenen op training van de pijn. Dus ja, dat was gewoon voor mij, echt een ik had dan Rio gemist. En heel veel sponsors waren dan ook ja, afgehaakt. En dan was ik ook echt zo van oké, okay, dit, het... dit is niet hoe dat ik nog verder atletiek wil doen. En dan um, ben ik echt effectief gestopt bij mijn reizen. En dan een paar oplossingen gevonden. En dan ineens was ik wel pijnvrij. Dus uh, ja, soms is het ja. onverklaarbaar. Ja. ja, kijk, het kan varen. Ja, inderdaad. Maar jij bent nu. Ja, allee, nu, dit seizoen, begint het echt. Allee, ik kan echt nu al heel blij zijn van dit seizoen. Um, heb, je dan, record, heb je dan schrik en... dat je. Allee, schrik. Denkt dat je gaat kunnen stoppen? Als je nu echt zo'n wonderseizoen hebt. Ja, dat je daar nu naar aan het opbouwen bent. En dat je door de ontspanning dat je nu hebt, van dat is mijn eindpunt, echt een zot seizoen draait. Ga je ja. kunnen stoppen op het hoogtepunt? Ja, ik, denk, ja, ik ben er echt 100% zeker van. Okay. Ik wil ook echt zelf kunnen beslissen wanneer ik stop. En ja. ik wil niet. Af, laat de afhangen van een blessure ja. of van het gaat niet meer of haalt haar niveau niet meer. Dat zou ik echt heel jammer vinden. Want, dat is bij mij ook zo. Ja, dus ik wil echt wel stoppen op een moment dat ik echt zeg: van... Oké, okay, dat ja, dan hoeft niet het aller, allerhoogste moment te zijn, maar wel een moment nog van een een klein, mooi, hè? nog ja. een mooie afsluiter. En ook ja, nog een paar wedstrijden doen om echt zo'n mooie afscheid te kunnen nemen. En, ja, ik heb dat bijvoorbeeld bij Lea Sprunger in een tijd gezien, toen ja. dat ze haar afscheid had aangekondigd Dat was wel echt mooi en dat was ook ontroerend. En elke wedstrijd dat ze deed, kreeg ze echt zo'n mooi afscheid. En dat was echt zo'n mooie manier om af te afscheid te nemen van die sport. Ja. Um, en van die fase van mijn leven. En zoals ik zei, ik kijk echt gewoon heel hard uit naar wat daarna komt. Ja, mooi ja Zou jij, denk je dat jij het er moeilijk mee gaat hebben om te stoppen op een... nee omdat ik nog wel kei veel aan sport ga doen ik mm -hmm. ben ook kei blij met de carrière die ik gehad heb tot nu maar ik denk niet als Cindy haar wake up call er geweest had dat ik nog ooit kans had gehad op echt nog een mooi moment sportief ik heb nu wel op BK dat podium kunnen halen en dan zo dat in maansja dat is dan wel leuk maar zo een thuis EK halen in Brussel dat lijkt mij het allermooiste afscheid dat ik mij kan dat kan, dat kan hebben. Um, of Parijs, dat is, dat is ook een hele mooie. Um, ik heb dat als klein kindje ook gezien. Mijn de nu de Pieter Smit. die werd toen vijfde op de EK in Brussel. Oh, ja. Dat was tot Daar stond 15.000 of 20.000 man. Mm -hmm. Allee, dat, 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 was, dat was zo mooi. Als ik, als ik daar kan afronden, dan, ja, dan, dan dat lijkt me inderdaad zoveel mooier dan, dan nog wat verder door baggeren tot... Ja, tot, tot wat eigenlijk? Uh, en dan, dan zeggen we, oké, okay, nee, we gaan hier hier een punt zetten en ik ga totaal anders. Sportieve uitdagingen aan, niet op competitief niveau, maar bijvoorbeeld uh, de NK ski-marathon of een trail of uh, het, het BK gravel, mm -hmm. Allee, dat zal dan nu voor Brussel zijn. Zo van die dingen lijkt me, lijkt me wel tof. De jogclub Ultra, misschien iets doen, de fastest known time daar neerzetten. Kent je die wedstrijd? Nee. Dus de mannen van de jogclub hebben hier, De Seppen heeft een eigen mountainbike-route hier in Herend. Oké. Okay. En dan uh, hebben de mannen vorig jaar een, een ultra daarop georganiseerd. Dus ah. 56 kilometer een loopwedstrijd. Um, eigenlijk vooral voor, voor plezier en voor de voor luisteraars mee te laten komen doen. Um, oh, tof. Lijkt, lijkt me ook wel leuk, zo'n ding, maar dat kun je niet doen als je met topsport bezig bent. Um, nee, nee, nee. Toch zeker niet in, in korte afstanden. Ja, maar ik ga zo bij mijn topsport atletiek, maar ik ga ook echt nog uh, zeker zo fietsen en zo. Daar, ja. Ja. Ik ga wel we samen fietsen. Ja, dat okay, is geweldig. top. vind je skiën? Uh, ik heb dat wel al gedaan, een paar keer, maar ik weet niet hoe dat, dat nu nog gaat zijn. Ja, maar dat, dat is zo'n klassieker wat... dat veel atleten ja. laten vallen. Hè. Ik ski doodgraag. kan ja. ook heel goed skiën. Um, ik heb niet geskied van mijn zestiende tot vorig jaar. Oh en dan toch terug de stap gezet. En? Ging het nog? Ja, ja zeg, je verleert dat niet. Je zat erin <laughs> ja. zin. Dus uh, zo'n dingen, ik kijk daar eigenlijk wel naar uit, om dat inderdaad ja, gewoon vaker te kunnen mm -hmm. doen. Een hey, van mijn beste vriendinnen van Zuid-Afrika... Mm -hmm. Kun je niet vinden, Ken Johnny? Ja, ja, ja. ja. Die is er ook een tijd geweest, in Jagen. Ja. ja, die heeft bij mij haar master gedaan. Um, zij doet ultra, ultra running. Oké, okay, en zij komt van de 400 toch ook? Ja, van de 400 sprint. Oké. Okay. Um, nu, nu had ze afgelopen weekend 55 kilometer gegaan. In september is het 75, denk ik. Oké. Okay. Maar dat is in Zuid-Afrika, dus dat is ook ja, nog Ja, Ja, dat is echt. Uh, al die. Uh, allee, dat ziet er wel klein mooi uit. Is ze dan aan het trainen voor de comrades of zo? Dat is daar zo de grootste ultra, ja. Ah, dat zou kunnen. Is dat dan niet dan? Uh, is dat dus, niet dat 75? Ja, dat, ah, dat is 75 jaar. Yeah. ze die gedaan? Ik denk dat ze die gaat doen Agat. in 30 september of zo. Ja, ja dat kan. Ja. Oh wow. Ja. <laughs> okay. Echt zot hè? Ik, uh... Maar dat zie ik me nog niet recht. Doen. Nee, ik wat <laughs> je eens zeggen. Ik, de dag dat er iemand mij vertelt, ja, Hanne Klaas gaat meten aan de comments. <laughs> <laughs> nee. Dat staat zo op de lijst van dingen. Dat ik echt. nee, 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 nee. nee, nee, nee dat is, was dat, 13, 14 uur onderweg of zo hè? Uh, Ja. De vrouwen. Ja, ja, ja licht, ja. Oh mijn, dat is echt. Nee, dat zou ni niks van mij zijn, nee. Oké, okay, maar ja, dus nou wel wat fietsen en zo. En in atletiek blijven, in een andere functie? Coach of iets dergelijks? Ik zou eigenlijk heel graag willen coachen, ja. ja? ja. Ik, um... heb, ik heb zelf minder met coachen, maar uh, zo, de, vorig jaar heb ik de, de commentator bij de Memorial samen met Eline Bering zijn gedaan. Van ah, ja, juist. Ik leuk. Ja, maar je deed het ook wel echt heel Ja, dat was heel moeilijk. Volgende keer als ze mij nog eens vragen, wil ik wel wat... Beter voorbereiden? Ja. Want ik weet nog dat je berichtjes had gestuurd van... Uh, en ah, die en is die in vorm. Ja. <laughs> ja, 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 nee, dat... maar dat is belangrijk. Je ja. bent toen met zoveel mogelijk mensen gaan babbelen om zo mm. toch wat te weten. Maar ja, dat was kei leuk. Dat is ook een leuke manier om in de sport te blijven. Hè? Tuurlijk. Een met al die atleten nog eens babbelen. En... Ja, ja. Je loopt dan zelf niet, maar ik heb er eigenlijk iedereen gezien. Dat was keil keil. Leuk. Ja, dat zou ik ook wel nog tof vinden. Commentator. Uh... Ja. Maar niks in de federatie of zo? Nee, nee. zeker niet. Nee. Nee. Dat is een beetje de, 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 de vorige aflevering, aflevering 204, denk ik. Dan kijk ik naar Bobby. Dan uh, bespreken we de voorwaarden van de jogclub en zo. Ja, dat, dat, in de politiek, dat... Daar gaan we niet meer. Nee, dat is, ja. dan zet je niet meer welkom. Oké, okay, dat snap ik. Ja. <laughs> maar daar wil ik ook eigenlijk niet te willen over spreken, want... Ja. ja. Oké, okay. maar dan ja, coachen. En dan 400 orde? Of sprint um, algemeen? Ja. ja. ja 400 orde, 400 sprint. En dan zo de, de, eerder de jeugd of echt uh, topsport? Uh, ik zou wel niet de jeugdjeugd, -jeugd, maar zo vanaf puberteit zo. Ja. Omdat ik denk, echt wel, dat ik heel veel... Want ik heb ook nog een ander boekidee. Oké. Okay. En dat is uh, Everything I Wish I Knew When I Was 15 Years Old. Oké. Okay. En dat is eerder in de zin dat ik alleen mijn ervaring um, door mijn puberteit en met de menstruatie en met, mijn, um, met de pil en al die dingen. En ja, je lichaam verandert als meisje. En ik vond dat ik daar heel weinig... Begeleidingen gehad heb of mm -hmm. heel weinig steun of ja, um, informatie. En ik denk dat ik heel veel meisjes zou kunnen helpen of steunen of informatie die bieden. En, um, dus ja, ik, dat lijkt me wel een leuke fase om mee in te groeien dan als ik coach ben met die ah, ja, tuurlijk, atletes. Ja. Um, maar los daarvan, of dat je dan coach hebt of niet. Gewoon met dat denk ik dat je yeah, ja, wel yeah. kunt bijdragen. Ja, ja, tuurlijk. Dat zou ik sowieso ook wel hmm. willen doen. Maar omdat je vroeg welke leeftijd, ah, yeah. dan lijkt me, dat, ja. lijkt me dat wel tof om die fase ook mee te maken. Ook al is dat niet zo'n gemakkelijke nee, verre fase. Van. Ja. Ja. Ik denk als ik iemand zou coachen, dan zou het eerder zo echt nog een, een topsporter zijn. Zo iemand die op 335 op de 1500 loopt of zo. En ja. op zoek is naar de, de next step. En... Nee, dat lijkt mij, dat ja. lijkt mij eerder, eerder geschikt voor mij. Omdat... Ja, ja, ik weet het niet. Ah, nee, ik zou ik denk ik wel zo jonger ja. en ik zou daar echt zo heel het parcours zo ja. de hele de groei <laughs> ook al ja ik hoop natuurlijk wel dat die topsport alleen dat die dat niveau halen van echt de top dat weet je nooit op voorhand hè maar um, mm -hmm. ik denk dat dat wel tof is mm. oké okay. maar ik weet wel nog niet waarder zijn want hetzelfde geld woon ik dan in Australië ah ja het is dan ja, ja. nu moet je in, in het ja ja dus... Nou, ik denk wel dat in Australië tof is om in goed weer altijd te kunnen... Ja, in, in Australië <laughs> heb ik nog niet echt een, een inside man. Zo. De, de, de Hamish Carson, die verhuist binnenkort terug naar Nieuw-Zeeland. Ja, dat heb je hem nog ik, gezien. Daar kan ik misschien wel uh, iets regelen, maar in Australië... Ja, mijn vriend is van Australië. Ja, ja. Dus, uh... En waar? Uh, Perth. Maar jullie, want hij is volleybaan, hè? Ja. En hoe, hoe gaat dat nu? Hij uh, ja, woont bij mij in, uh, ah, okay. in Evene, dus ja. nu het derde jaar. Derde jaar. Ja. En dus nu nog één seizoen, dus tot na Parijs. En dan wil hij nog denk ik, één of twee jaar verder doen met volleybal, dus dan gaan we kiezen, zien waar dat hij wil gaan spelen of kan gaan spelen, waar het een goed contract is. Ja. Dan ga ik hem waarschijnlijk wel volgen. En loopt, dat, loopt dat dan wel gelijk, die, die fase? Heeft hij ook zo een eindpunt in gedachten, of is dat daar absoluut bij hem nog niet... Aan de orde? Um, nee, hij heeft nog, nog niet echt zo'n eindpunt. Um, maar also, het Nationaal Australisch Volleybalteam heeft zich niet kunnen plaatsen voor Parijs. Oké. Okay. Dus was. wel beslist? Ja, oh. omdat ze, voor... ze zijn niet gekwalificeerd zijn voor de kwalificatiematch. Ah ja, nee, dan, dan, dan gaat het niet. Nee, dan gaat het niet. Nee. Dus um, dat was wel echt een grote ontgoocheling voor hem. Dat was hem wel echt even zo van... Ja, omdat dat echt wel een doel was en nu... Wist hem zo niet van oké, okay, what's next. Um, maar ik denk dat als hem dan ja, nu nog eens een goed seizoen heeft in België. Um, dan kan hem volgend jaar sowieso wel een beter contract krijgen en een hoog niveau club. En ik denk dat dat hem dan ook wel ja, goed gaat doen. Of, ja, ja. Dat dan. Ja, in die sporten is dat natuurlijk heel duidelijk. Want je zit bij een club, dus je hebt een contract. Mm -hmm. In atletiek is dat wel vloer. Ja. Ik denk dat wij samen prof geworden zijn ongeveer bij Atletiek Vlaanderen in 2013. Ja, ja, inderdaad. Ja, dat was het ongeveer. Ja. Maar, ja. Um, maar dan, ja, daarna. Je hebt, je hebt eventjes bij de Waalse Federatie gezeten. Ik mm -hmm. ben mijn contract hier in 2017. Ik merk nu, als ik in de zaak zit, dat er heel veel mensen nog altijd denken dat ik nog altijd port vlaanderen atleet ben. Ik denk, dat is al acht jaar niet meer. Niet meer dus mensen weten dat wel zo niet. Dat dat absoluut niet bij ons is. En dat dat helemaal niet zoveel mensen zijn. En dat dat ook maar per jaar is. En dat dat ja. wel heel veel, heel veel druk oplegt. Dat is wel iets dat ik. Dat ik altijd heel veel moeite mee heb gehad. Mm -hmm. uh, ook dat je dat dan plots kwijt geraakt. Terwijl, ik, dat voelde voor mij heel onterecht aan op, op dat ja. moment. Mm -hmm. Ik denk, je hebt op een moment ook je contract bij Vlaanderen denk ik, verloren. Ja. Um, dat was voor mij zo het zwaarste aan, aan topsport. Zo die onzekerheid van het financiële. Oh, ja. ja, ik vind dat ook. En ik vind dat inderdaad heel... Ja, dat brengt gewoon heel veel onzekerheid mee en daar is heel slecht door gecommuniceerd. En je weet dat dan pas zo twee weken voor de start van je contract of mm -hmm. einde van je contract. Um, en dat vind ik. Allee, je hebt geen eens de tijd om dat voor te bereiden. Of je zit dan de hele tijd ja, die, vanaf september tot december in zo die onzekerheid: van... gaat het nu wel of niet worden? Mm -hmm. um, en, en ja, ze zijn ook super streng. Hè? Het is top 8. Ja, ja het, is, het is enorm. Of top 3 op het EK. Is, is um... De, het speerpunt op, uh, op de, bijvoorbeeld de cheetahs en de tornero's nu, helpt dat jullie daar niet, niet redelijk in? Ah, ja. ik, heb de, ik heb de indruk dat sinds dat ze zijn gaan inzetten op... Oké, okay, we, gaan, we gaan aan de Vlaamse kant dan toch zeker inzetten op bijvoorbeeld de cheetahs. Mm -hmm. ja. Ja, dat heb... alle cheetahs individueel veel in aan het groeien zijn. Ja. En um, ik had in de vorige aflevering van de Joglub er ook over dat er een politieke partij mij gevraagd had van hoe zou jij dat doen? En ik heb dat als voorbeeld aangehaald dat, dat die speerpunten en ook al... Ja, als ze daar in zijn beginnen investeren, dan... Oké, okay, jullie waren, denk ik, zeven op twee op keer aflossingen zoiets. Ja. Dus, de, uh, dus er was al wel een prestatie, maar individueel... De, de optelsom niet? was nog niet op het niveau waar jullie nu zitten. Mm -hmm. Maar dat je ziet, dat je, dat, er zijn individueel keigoede dingen. Hey, Helena Ponnet is zot vooruit gegaan. Camille Laus die is keigoed aan toen. Niet, niet eens op de 400, ook op de 400, maar op die 800 mm -hmm. nu. Ja. Jij hebt sindsdien ook echt gewoon nog zotte stappen gezet. Ja, ja, ja. Nee, ja. Allee, ik vind dat ook echt een keihard goede zaak. Mijn contract is echt puur best van de cheetahs. Van de cheetahs. Ja. Ja, maar dat is bij alle cheetahs, denk ik. Hè? Ja, ik uh, denk Paulien niet. M en ja, en um, Cynthia ook niet. Cynthia ook niet. Ja, nee. ja Paulien is hem vanwege de laatste speler. Ja. Ja. Um, dus dat is op zich wel, wel echt um, super motiverend ook. En je merkt dat ook dat de, de meisjes die zo nieuw in het team komen super gemotiveerd zijn. Om echt deel uit te maken van de vaste kern. Ja. Um, altijd als er iemand, bijvoorbeeld Helena in het begin of ja, erbij kwam, ineens zetten die keigrote stappen. Gewoon omdat je zo ge ge gedragen wordt door het team en gemotiveerdheid om ja, deel uit te maken van, van ja, een team dat echt wel high performance is. Ja. En ook ondersteund wordt door Sport Vlaanderen. Kunnen we niet een knipoog doen als Sport Vlaanderen? Dat ze je, als je stopt naar Parijs, in het team houden voor de jonge opvolging mee te. Ja, dat zou ja, wel toch zijn, ja, als ze mij daarvoor een contract kunnen geven. Ja, waarom niet? Ja, want dat vond ik nu ook. Op de u 23 was er geen 4x4. En dat vond ik zo jammer, want ja. dat is echt een keihard belangrijk moment om een 4x4 ja. te sturen. Ja, Zeker man. voor de toekomst van de Cheetahs. Alles van de beloften in de Atlantiek is superbelangrijk. hè. Oh, het is ja? zo spijtig dat Atlantiek Vlaanderen verdwenen is. Want ja, dat daar kei hebben we eigenlijk moment. alle twee heel veel aan gehad. Ja, ja, tuurlijk. Maar we bestaan nu niet meer. Dus ja, dus ja nee. Um... Dat zou inderdaad wel leuk, een leuke functie zijn. <laughs> ik um, ben hier ondertussen op mijn speakbriefje aan het kijken. Um, er zijn nog atleten geweest in het verleden die gestopt zijn. Bijvoorbeeld Tia. Mm -hmm. Zou je dat ooit doen, de comeback? Of is het echt wel gewoon... Uh, gedaan is gedaan. Als je yeah. nu merkt van... Oh, ik mis het toch. Ik denk het niet. Ik denk, ja, ik ook niet. Nee, ik denk het niet. Ik denk... Nee. Plus, ik ga ook gewoon een beetje bijkomen denk ik als ik. Ja. Dus het zal nog moeilijker worden. Ik zou ik wil ook graag ki een kindjes. ja. Oh, ja. En um, ja, de, ik had dat eigenlijk helemaal niet, totdat ik um, dat gevoel van ah ik wil graag kindjes of dat was eigenlijk niet echt nog niet aanwezig tot in januari. Ja. Um, in januari was ik op stage gaan in Australië en de broer van Max, mijn vriend, mm -hmm. um, had een kindje gekregen, en die was bijna zes maanden oud en ik ben daar op zo'n korte tijd zo close mee geworden, ja. dat ik dan ineens dacht van oh, deze wil ik ook. Ja, ik kan me ook voorstellen dat als je mama bent, er zijn mensen die het doen, hè? neem ik hun hart is ook papa, mm -hmm. van twee kindjes. En die is ook alleen nog maar stappen aan het zetten. Ja, ja. Um, maar... ja ik denk wel dat het mogelijk is. Ja, maar ik, ik zelf zie me, stel wij zouden kinderen hebben, momenteel hebben wij die, die wens niet, of toch niet, mm -hmm. allerlei, niet, niet heel actief. Hmm, maar Ik kan me voorstellen dat als ik topsporter zou moeten combineren met ouderschap, dat ik mij ook niet de allerbeste papa zou voelen dat ik mm -hmm. zou kunnen zijn. Mm -hmm. En dat is misschien ergens op ik de ziekte van topsporter dat er dan wel in zit. Van je wilt yeah. dat dan toch echt goed doen. Ja, maar ja, als topsporter zet je ook wel wat egocentrisch. Allee, zo, nee, zo. Ja, dat is gewoon echt ja, zo. Ja. Ik voel mij daar ook soms echt slecht bij. Ja, nee, topsporters um, zijn yeah. over het algemeen dus redelijk. Als je dan ook mensen. kindjes hebt. en... Ja, ook ja, in de contracten, daar staan geen zwangerschapsklausules in. Um, dus ja, dan ook zonder loon of zonder financieel. Ja. Ik, ik, dat... ik weet niet wat dat realistisch is. Ik, weet, ik snap in Amerika, in Jamaica, als je contracten kunt blijven behouden en je kunt iemand, um, een nanny, uh, ja. huren... Oh, nee, zeg je dat dan denk je dat het al heel veel gemakkelijker is of de stap al makkelijker is om te zeggen van kijk ik kom terug hiervan of ik ga proberen terug uh, mijn niveau te halen maar in België zie je dat niet zo direct of zo ja want dan zien Amerika Alice en Felix daar was dan ook redelijk wat om te doen dat ze ja. dan ja. Ja, zwanger was en dan Nike eigenlijk al haar contracten had gereduceerd tot was 25 Met... of zo ja echt dat ja. Dus ja daar heeft ook wel echt een zot statement gemaakt en ik denk dat mm -hmm. Nike daar nu wel iets aan gedaan heeft of er toch um... Plausulen heeft ingestoken nu in de nieuwe contracten. Um, maar ja, het is ook kei belangrijk dat ze dat gedaan heeft. Hè. Dat is ja. een kei sterk bericht begaan bij Nike. Um, en dan uw eigen schoenenlijn lijn starten. Ja. En ja, dat is gewoon fantastisch. En ja, heel belangrijk voor de vrouwelijke sport. Voor de vrouwelijke ook. Ja, ja dat, dat, dat was wel echt, echt een moment. Ja, Faith Kip Yegon, die dan nu het wereldrecord op de 1500 en de 5000 gebroken heeft. Die is mama ook van twee kindjes. Hè. Ja, dus die heeft echt en... al een heel carrière en een heel leven gehad. Ja, die... Shelly Ann Fraser-Price. Ja. Uh, Ali, hoe heet die naar de... Nee, die uh, hoorde er 100 meter hoorde. Mohammed? Nee, 100 meter hoorde. Ah, 100 meter hoorde. Um, die nu de trials gewonnen had. Die is ook al mama van twee kindjes, denk ah, ja, okay. ik. Uh, dus ja, het kan hè. Ja, er ja, ja. voorbeelden, genoeg, voorbeelden genoeg. En super inspirerend. Maar ja, ik heb niet zo grote sponsor deals of contracten. Nee. Um, en ik ben dan meer afhankelijk van Sport Vlaanderen. En ik denk niet dat je nee, nee, ja, een contract krijgt. En... Jaar ja. tot jaar. Hè? Ja. Dus dan, dan is het wel moeilijk, want je zit al negen maanden natuurlijk oud, ja. 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 Dus ja, op dat vlak dat is dat denk ik het enige wat me het meeste afschrikt. Zou, oh, ja. zou wel een goede een sequel zijn op uw boek van Things I Wish I Knew When I Was 15? <laughs> ja. things, things I Wish I Knew Before, allez, before I Got Pregnant? Ja, ja, ja. dat is waar. Ja. Ja. Nee, derde boekidee. Ja, boek ik zal je wel noemen in mijn derde boek. Ja. Als dat er komt. Ja. Maar, zet, zet je dan actief neer om echt te schrijven? Of is dat gewoon. Ja, ja, ja. 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 ja dat is zo wel super handig. Dat is zo'n app. En dat is eigenlijk online in een cloud. Dus ik kan daarvan op mijn gsm snijden, van mijn ja. uh, laptop, van mijn iPad. Of gewoon inloggen ergens anders en beginnen schrijven. Ja. Dus dat is wel super handig. En dat is ook zo met chapters. En je kunt die dan met zo. Dingen benoemen en dan kun je zo woorden terugvinden en dan linken maken. En okay. ja, zo. Ja, ik denk niet dat ik rap een boek ga schrijven. Maar ik ben wel zo... Ik kan me voorstellen dat jij dat ook wel doet. Zo Denken tijdens trainen. Dat zijn uh, mijn denkmomenten. Ja, yeah, ja. Yeah. Ik zou even een reflectie doen. Ja, yeah, dat is hard. Daarom ja. dat ik ook altijd ga moeten blijven sporten, want dan, ja. mijn vrouw stuurt mij ook gewoon buiten om te gaan sporten. <laughs> als ik ondraagbaar word. Ja. <laughs> yeah. dus, dus ja. Um, ja, ik... Uh, ik moest van de steppen nog een, een, een zeer prangende vraag stellen. Mm -hmm. Hij vraagt aan iedereen die Olympier is. Gaat je een tattoo zetten? Of heb je al een tattoo gezet na je laatste spelen? Ja, ik heb Gij al een tattoo. Je hebt de tattooen, Olympische he? ringen? Ja. We hebben eindelijk iemand gevonden, Bobby, met Olympische ringen. <laughs> <Ja>. <laughs> ik heb daar heel lang over nagedacht. Um, en de eerste keer dat ik een afspraak had gemaakt om ze daar te zetten, heb ik het geannuleerd. Is <laughs> yeah. um, Omdat... Um, misschien moet ik eerst, het, maar hebben we nog tijd? Ja, natuurlijk. Ja, um, het verhaal vertellen van Tokio. Oké. Okay. Um, dus ik was een jaar op voorhand gekwalificeerd voor Tokio. Als een van de heel weinigen. Dat was nu eigenlijk dit jaar. Ja, maar, ja. ja want en... de limieten zijn super streng. Dus... Ja, en ik had echt een goede winter gehad. In maart ging alles perfect. Ik voelde me kei, echt heel sterk op te zijn. Ik had me nog nooit zo gevoeld. En dan was het COVID. En dus de spelen werden met een jaar uitgesteld. En dan in dat jaar heb ik me opnieuw moeten laten opereren aan mijn Achillespees. En ben ik ja, terug wel een beetje in vorm geraakt tegen dan februari, maart. Maar dat was nog altijd niet top, nog altijd zo wel met ups en downs. Um, maar aan mijn lichaam kon dat zo precies de impact niet meer aan, waardoor dat ik een stressfactuur heb opgelopen in mijn kuitbeen um, en dat was echt qua timing verschrikkelijk, want dat was in mei denk ik dat dat, dat was beginnen escaleren. En in juli waren de Olympische Spelen, uh, dus ja, wat was het? Oké, okay, gaan we hier mee doorgaan of niet? En um, Is de kans op echt complete fractuur, is die kans groot? Um, wat kunnen we doen? Wat niet? Dus in de hele maand voor mijn wedstrijd in Tokio heb ik twee horde trainingen. Op spikes afgelegd op de piste. De rest was fietsen en aquajoggen. En gewoon echt ja, alles wat impact, geen impact is. Ook in de, in de krachtzaal kon ik niet veel doen. Um, dus als, gewoon om even te schetsen wat ik heb kunnen doen in de aanloop van Tokio. Um, wat heb ik dan wel gedaan? Super veel wedstrijden beginnen kijken van het verleden, visualisaties. Um, ik heb een heel zo. Dag, niet een dagboek, maar zo'n... Um, ja, zo hoe ik de Tokio Olympische Spelen wou ervaren. Zo, oké, okay, aankomen in het Olympisch dorp. Uh, Alice en Felix tegenkomen. Zo, snap je? Zo, gaan eten. Ah, okay, kijk, tof. Leuke vibes. Iedereen ja. van heel de wereld is daar. Zo, zo eigenlijk een soort van... Ja, draaiboek eigenlijk. Snap je? Maar op voorhand. Mm -hmm. En elke dag aan het lezen om me echt te motiveren, om me echt te boosten. En dan ook daartoe komen en dan weten van... Ah ja, dit dus had ik opgeschreven in mijn boek. <laughs> in mijn draaiboek. En um, op een of andere manier dan toch keert van kunnen genieten. Van, ik heb hier zo lang naar gewerkt, ik ben eindig op de Olympische Spelen. Um, en ja, gewoon, ook al zat ik daar echt in de slechtste situatie die ik me kon inbeelden, mijn keertje gemuseerd gewoon. Ja. En daarvan genoten. En dan, ik heb die wedstrijd gelopen, 56, 30 gelopen, wat, ja, dat is geen toptijd, maar ook niet belachelijk slecht als je zou mm -hmm. weten hoe weinig training nou ik heb kunnen doen. Um, dus dat was wel zo echt een moment waar ik misschien qua prestatie niet top heb gedaan, maar waar ik wel enorm trots ben ja, op mezelf, van hoe dat ik dat heb. Ik vind het mentaal wel sterk, want ik had dezelfde gebrekkige voorbereiding voor Rio. Um, heel veel auto-immuunproblemen gehad. Ah, ja. Heel veel blessures. Achille heeft blessures ook bijna niks kunnen lopen. En ook zo op een niet Chic met een paar piste-trainingen gegaan. Dus ik was... Um, Fysiek niet goed in Rio. Uiteindelijk liep ik nog 3,36 of 3,35 hoog. Dus relatief niet goed. Het ja, was eigenlijk dat is, veel ja. beter toen. Mm -hmm. Maar dat, is, allee, dat, dat was toen wel oké. Okay. Ik heb nog uh, halve finale gehad. Hè. Um, maar Rio waren ook echt wel heel crappy spelers, naar mijn gevoel. Je ik zat, in, eigenlijk jij ook, met die Olympische dromen, dat idee. Mm -hmm. En samen met... Toen was dat dan Usain Bolt en Mo Farah in het <laughs> Olympisch dorp. En dan kwam je daar en de realiteit was dat zo alles keislicht gebouwd was en mm -hmm. dan, dan brak er ergens een verdiep, een septische put en dan, dan een heel dorp vol met vol stront van, van, van de Japanners. Dat, dat was overal geen fantastische ervaring. Mm -hmm. Nee, dat mij. Dus ik. Dus ik vind het mentaal wel knap dat je gewoon geschakeld hebt en, en dan daar volop zich gaan inzetten. Ja, en... Ik heb daar zoveel zo van geleerd. Zo zoveel van geleerd. van Echt in het moment te leven. Dag op dag de dingen te nemen zoals ze komen. Niet te beginnen nadenken. Van, oh, als ik daar nou een loop slecht loop? En zo echt gewoon dag per dag zien hoe dat het komt. Um, dat mijn draaiboek heeft me kaart geholpen. Ja, de Tokyo Olympische Spelen was ook een ontgoocheling uiteindelijk. Ja, met die COVID. Met COVID. Ik kan het me voorstellen. Elke ja. dag wil testen. Uh, veel restricties. We mochten Olympisch dorp niet uit. Dat stadion was helemaal leeg. Ay, qua spelen was nee. dat eigenlijk. Ja. Ja, ik denk dat Londen de laatste echt coole spelen waren. Ja, inderdaad. En daar waren we altijd nog net te jong. Ja, de, daar heb ik, dat vond ik wel jammer. dan dan had ik eigenlijk, uh, dat met de aflossing had we op 100 mm -hmm. van seconde die kwalificatie ja. gemist. Ja, ik heb ook alle jaren daarna de limiet gelopen. Uh, Juist dat jaar niet. Echt jongen. stom, oh. ja. Maar ja, nee, dus dat was al een van de jaren waarvan ik ja, qua atletiek niet top gepresteerd heb, maar wel heel veel. Geleerd heb van mezelf en van hoe in het leven te staan en van hoe dat ik daar toch heb van kunnen genieten, ook al was dat echt geen goede situatie. En, um, en dus ik was daar wel heel trots op. Ja. En um, ook, hoewel dat ook heel pijnlijk was ergens, heel veel verdriet, was er ook heel veel trotsheid. En, uh, en dan, dus ja, die, het, die tattoo zetten was eigenlijk part of the process, van het verwerking. En van, van de trotsheid en van... Oké, okay, je, je hebt er wel gestaan. Ik denk dat heel veel atleten gewoon niet zouden vertrokken zijn. Mm -hmm. Of niet eens zouden geprobeerd hebben. Of ja. met die pijn gewoon al... Ja, en dat is iets waar je naar kan terugkijken voor de rest van je leven. en er, yeah. je Op elk vlak in het leven kunt. Op zakelijk vlak, op persoonlijk vlak. Is dat een sterke eigenschap, hè? Het is dat. Uh, dus ja, want er zat ook heel veel verdriet op. En dat heb ik nog niet gezegd, omdat ik met de cheetahs dat niet heb kunnen lopen. Mm -hmm. En dat was wel echt, voor mij omdat het echt mijn babyproject is ja. dat ik heb opgestart in 2018, um, was dat wel voor mij een heel pijnlijk moment. Dat was echt wel zo van, nee, ik wil, ik wil hier lopen. En ik begrijp, begrijp de keuze van de coach al op dat moment. Van ja, ze wou ook niet dat ik in het midden van de wedstrijd mijn been zou breken. Wat er wel in, die kans zat erin. Um, maar dat was wel voor mij een heel pijnlijk moment. En daar was ook heel veel verdriet op. En... Um, ja, dus ik denk dat in die, die maanden daarna was het ook het proces van, ga ik de ringen zetten of niet? En ik zet mm -hmm. dat toe. Het uh, was ook echt zo van, ja, maar ik heb niet geluk met de cheetahs. Zo, snap je dat? Van. Ik ben heel trots op hoe dat ik het heb aangepakt, maar ik heb niet geluk met de cheetahs. Terwijl voor veel ja. is het juist omgekeerd. Ze ja, uh, kunnen individueel gaan en ja. dan de relay is dus soms wel bijkomstig. Ja, dus... En dan heb ik het echt wel door heel dat proces door te gaan van maar ja, nee, allee, ik ben kei fier op wat wij als cheetahs op zo'n korte tijd gedaan hebben. En dat dat dankzij mij ook is dat dat project mm -hmm. er is gekomen. En dan, ja, dan heb ik toch beslist van, well, okay, kijk ga niet, dat toe is ja. En dat was nog niet zo lang geleden, was dit jaar, januari. Ah ja, oké. Okay. Ja. Um, U, uw bon was nog geldig. <laughs> ja. Sorry, ja. ja, inderdaad. Um, en eigenlijk heel blij van, ik krijg ik een keihard positieve. Reacties op en het ja. is zo, fine line, dus het is niet super groot en dik of zo. Het is echt heel, heel fijn, maar heel veel positieve reacties en heel veel mensen zeggen: van, Je bent er aan een spelen geweest. En, ja. en dat is ook iets wat je mocht koesteren, denk ik ook al. Was de ja. prestatie niet op. Ja. Ja. Ik zeg altijd: Er zijn meer lotto in België dan Olympiërs. Hè. Ik weet totaal niet of dat, dat waar is, maar <laughs> ik vind dat wel een goeie. Stel je voor, daar moet je eens op zoeken eigenlijk. Ja. Ja. Ja, ja, maar dat is ook iets om super fier over te zijn: Olympier zijn. Mm -hmm. Ja. Sommige mensen zijn ook, ja, je Ex-Olympier? Nee, 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 je altijd Poly ja, het ja. is, uh. Maar heb jij je hebt geen tattoo? Ik heb geen tattoo laten zetten. Nee. 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 Zou je dat willen? Of? Nee. Nee. interessant Nee. In. nee. Ik, um, ik weet het niet, ik zeg het, die spelen waren voor mij wel wat teleurstellend overal. De WK's dat ik gedaan heb en sommige EK's, vooral in het veld lopen en met de belofte dan, die, uh, daar heb ik veel betere herinneringen aan. En ja, Oslo is een beetje mijn een baby van, allee, qua prestaties, van hoogtepunten. Mm -hmm. Dus uh, als, misschien moet ik daar een tattoo van laten zetten, ons loof. Ja. 9 ja. ja, op de 10 binnenkort, als er eens een goede mail georganiseerd wordt, ik daar kort wel wel gaan moeten zeggen. Dus ja? Ik misschien, het. misschien toch nog eens nadenken voordat ik dat, dat doe. Ja. Mm. ja. En wat je nu in, uh, allee, Dream Big zeggen ze altijd, maar nu in uh, Brussel mee medaille ja. pakt: Natonium op mijn borst of ja. zo? <laughs> ja. Ja, als, als, als zoiets zou gebeuren, dan ik denk ik dat ik gewoon ter plaatse sterf. Dan jank ik de ogen uit mijn kop. <laughs> en dat meen ik echt. Ja, dat begrijp ik. Ja. ja, maar die cross is ook iets heel speciaals. Want sportief staat dat natuurlijk lager dan de Olympische Spelen en EK-veldlopen. Maar daar zit, zoveel, ja, daar zit zoveel meer beleving in. Voor als je, als je, ik kom uit die cross. Hè. Ik bedoel, ja. Als ik zes was, ging ik met mijn vader op zondagochtend koffiekoeken halen. En dan gingen we naar de cross, hè, heel de winter lang dat, dat maar de, gewoon... je merkt dat ook wel gewoon die sfeer hier hangt dat is zo veel gemoedelijk dat was op de koers of zo ja je de, denkt het iedereen ja aan. De, of in, ja veldrijden dat is ook zo ja zoveel volk komt daar ook naar kijken ja. en dat is zo'n heel andere vibe dan op een vind ik. ja en het is dus simpel voor mensen om te kijken hè. je ja. start met een op en dan eerst aan de finish en je gewonnen ja het is uh... terwijl uh, ja allez, Cindy bijvoorbeeld die zit nu allez, we zijn twaalf jaar samen twee jaar getrouwd die kent ondertussen ook best wel wat van atletiek Neem nu als jij in de winkel waar ze af en toe nog gaan werken binnenkomt, die zou je direct herkennen en zeggen hé, een Nafi is daar bijvoorbeeld een keer gepasseerd. Die, die herkent hij ook direct, dus die is wel mee met atletiek. Maar um, hoeveel mensen dat er ja, naar een memorial gaan kijken en eigenlijk ja, dat dat, dat het heel moeilijk is om te volgen. Mm -hmm. Dus dat, dat maakt het atletiek soms wel, wel moeilijk, denk ik. Nee, nee, dat is zeker. Ja. ja. Gewoon al uitleggen dat op een 400 horde 10 horden staan en dat de eerste op zoveel en, meters staat en, en dan en, dan dat, en dan je in een, een ander ritme, ritme moet en, en de andere ja. moet verzisselen van benen. Ja. ja, als je niet in de atletiekwereld zit, is dat Chinees, hè? Ja, ja. Ik heb me er ook bijvoorbeeld op moeten verdiepen als ik dan commentator ging, of commentaar ging geven over de memorial in die 400 horden. Dat is kei interessant. Ja. Je <laughs> vindt echt, er zit zoveel meer diepte in dan... Allee, ik heb dat nu gemerkt, ook nu dat ik een paar jaar aan het proberen ben voor de stiepel te gaan. Er zit zoveel meer diepte in dan gewoon lopen en springen. Mm -hmm. Dus zelfs ik na zoveel jaar atletiek moest nog mij, ja, gaan bijscholen. Oké, okay, Hoe werkt dat hier nu? Ik leer eigenlijk nog elke dag bij. Ja. Want dat, als, als je je verhaal vertelt van Tokio, dan valt het mij op dat er eigenlijk heel veel zaken zijn. Dat ik denk, oh, had ik dat ook maar geweten toen? Mm -hmm. Bij mij in Rio dan. Ja. En ik vind dat soms wel zonde als ik erover nadenk. Ik heb ook zo dingen dat ik zo'n fouten dat ik jonge atleten nu zie maken, dat ik denk van. Oh. Genieten ja, en Ja, en ik denk eigenlijk is dat wel zonde dat, dat heel veel kennis, dat niet, niet dat wij alwetend zijn, maar ja, we zitten nu samen 24 jaar in, 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 de, in de profsport. Hè. Mm -hmm. dat, dat zou wel ergens zonde zijn en dat is nu de realiteit dat dat gewoon verloren gaat. Ik geloof aan Wouters heeft nu een project gestart, met een naam even kwijt, waarbij dat soort toppers, bijvoorbeeld Kunard of zijzelf, en het verschillende sporten, zit Jan Baklands erin, dat, dat weet ik nu niet. Um, dat dat soort van mentors zijn voor jonge atleten en dat je die vragen kunt stellen. Ah, dat vond ik okay. een heel cool project. Ah ja, dat is wel goed. Ja. Ah, nee, dat zou misschien nog iets voor u zijn. Ja, inderdaad. Ja. Dat is interessant. Ja, ja zeker voor nee. jonge meisjes dan, print dan je boek. Ja, ja. Hebben we een telefoonnummer van Anne? Oh, valt dat te regelen? <laughs> ik denk nee, het wel. Kan nee? uh. <laughs> ja, ik niet. Ja, ik had nog uh, uh, een vraag. Tenzij dat je, uh, je mocht je niet nog aanvullen, hè? Maar je hebt zelf al aangegeven dat, dat de cheetahs uw baby's zijn. Mm -hmm. En ik dacht, de afleveringen die we nu gaan maken, om elke keer de gast een soort van dilemma voor te leggen. Uh, dus ik ben nu echt extra benieuwd naar dat want ik had voor u opgeschreven, individueel op de spelen een finale of toch liever een medaille met de cheetahs. Medaille met de cheetahs. Dat vind ik echt zot. Ja, ja. individueel een finale. Ja, maar dat is dus omdat ik afstandloper ben en dat wij die relays zo niet kennen, hè? Maar een medaille, hè? Ja, Olympische ja, dat is wel medaille. Waar. Een olympische medaille? Ja, ja, dat is, ja. Ja, maar ik zou dat ook wel heel cool vinden als je zo zesde wordt op de speel of zo. Individueel. Ja, maar daar is er niks mee. Hè? Nee, dat is waar. Maar ja, uiteindelijk... Ja, dat is cool. een medaille waarschijnlijk al meer. Ja, dat is waar. Medaille, dat is Ja, wel... ja dat is waar. Ja. Allee, een olympische medaille. Daar droom ik van, hè. Wat, wat moet ik dan doen? Individueel de lange cross of proberen voor een medaille op de Mixed Relays in Brussel? Ik zou, als ik met erop toe lig, denk ik nog wel kunnen plaatsen voor... Dus het wordt alle twee even moeilijk, ik zal het zo zeggen. Ja, maar dat is nog anders. Hè. Maar het is wel mm. een medaille, hè? Zeg. So. <laughs> ja, het, ja. het is anders. Het is hoe, daarom hoe, dat het voor mij nee. de beleving heel anders is. Dus wat zou bij u het dilemma zijn? Top 6, top 5? Dus bijvoorbeeld probeer ja, nee. maar ik, maar ik, maar proberen kwalificeren op de Lange Cross. Ja. Of, of uw dilemma? Nee, nee, uw dilemma. Mijn dilemma. Ja. Mij proberen kwalificeren op de Lange Cross. Of proberen de, de ploeg te halen bij de Mixed Relays. Die waarschijnlijk wel, als iedereen meedoet, voor medailles medaille zou kunnen gaan. Oké. Okay. Als iedereen meedoet. Hè? Ja, ja. En wat als je nu uh, dilemma hebt? Zesde woorden individueel op de lange cross of medaille? Zesde individueel. Serieus? Direct. Ja. Serieus? Ja. Of een medaille in Brussel? Die mensen worden zot. Dat wordt fantastisch, Die is een feest. Ik geef iedereen gratis bier. Als ik zesde word in Brussel, iedereen gratis bier. Het interesseert me in ieder man, dat daar is. Ik had maar er is dus geen gedaan. medaille. 100% zeker dat je medaille hebt. Als je met de mixed relays. Ja. Ja, ze is individueel. Op, op die lange cross, ja? Allee. Nee, ik zou echt wel gaan worden medaille. Ja. En ook, ja, met dat. Uh, leuk is om dat te delen met, met de andere meiden. En, ja, dat geeft gewoon zo emoties. Ja, maar neemt. ik heb ik het nooit meegemaakt. Hè? Ja. Allee. Bij de 400 horden, als ik goed loop, dan is dat precies. Ja. Allee, ik kan dat wel delen. Mm -hmm. Hoe blij dat ik ben. En met mijn coach, en met mijn familie. Maar... Dus met de cheetahs, dat is echt onmiddellijk dat je die emoties kunt delen met elkaar. En dat je daar gewoon zo, en zo dat samen hebt gedaan. En, allee, ik weet niet, ja, dat, dat geeft mij echt nog kippenval. Ja, ik ik denk, begin jaloers te worden dat ik dat, ik dat nooit heb mogen, nog nooit niet meegemaakt. Heb. Ja. Nu klink ik zo'n egoïstische ijskool. Maar... Nee. <laughs> nee, helemaal niet. We kennen dat je dan niet in het afstand lopen. Hè? Ja. Er is ook nog nooit een 4 x 1500 meter ploeg naar een WK mogen gaan of zo. Terwijl wij zouden daar echt recht van spreken hebben, want ja. ze sturen die gewoon niet ja WK Relays dan hoeft welk WK Relays dan of? ja daar is ook een viermaal ja ja dat is, een ja, ja, onhoofd, ja. Dat is in uh, volgend jaar in de Bahamas hey, dat ah. zou toch zijn <laughs> dat zou leuk zijn ja. dat is waar ja oh nee inderdaad, okay. ja okay. zijn er nog dingen dat je zou willen meegeven one-liners aan jonge talenten die deze horen ehm um, ik denk dat... misschien maak ik zo wel. Ja, in mijn carrière is het zo dat je bent zo streng voor jezelf. En zeker als je zo jong bent, van, oh. alleen zo, ben maar in de finale of ik had een medaille kunnen pakken, maar alleen zo dat je daar zo echt zo streng voor bent, waardoor dat je, ja, je gelet, allee, het is goed om de lat heel hoog te leggen, mm -hmm. maar je mocht toch af en toe echt gewoon zeggen van, ja, even, oké, okay, ik heb het toch maar gedaan. Ik zei je wel en snap je zo afkeurt. Ja, ik vind dat wel interessant, want als ik was van de week naar Vivian Vlo aan het kijken en de CEO van Destiny, van Lotto Destiny, die zei van ja, en vanuit het bedrijfsleven, we kijken dan naar de next en de next en de next, next after the next. Yeah. Denk ik, ja, vriend, maar zo werkt op sport wel nee. niet. Even terugkijken is echt gewoon ja. soms wel nodig. Ja, en als je, bijvoorbeeld nu, ik heb mijn nationale record gelopen en. Je ik, ik moet even gewoon de tijd nemen om dat, ja. om dat te laten bezinken, om daar echt trots en blij om te ja, je zijn. Bent en om... De rapste vrouw in ja. België ooit op dat nummer. Hè? Dat is Inderdaad. dat, is dus, allee, dat Je mocht er even bij stilstaan en ja. al gewoon zeggen van wow, echt, Amaiana, hoe gedaan. Allee, ja En, en, die, en die, ieder, iedereen met zo'n proficiat, maar dat ook echt oprecht van dank u. Zo dus echt ja. oprecht even opnemen van. Maar dat is toch... Ja. En ik denk dat er heel weinig mensen dat even gewoon doen die dan al direct bezig. De... ah maar nu is WK. het weer. Ja. Ja. gewoon altijd even stilstaan ik denk dat dat gewoon de sterkte is van de hanne klaas van u ja inderdaad dus ja. saboteert jij je jezelf niet meer als het goed gaat gaat je me dat beloven ja, ja, ja want nu bijvoorbeeld eigenlijk had ik niet gedacht dat ik nu um, op bijvoorbeeld mijn tweede wedstrijd van het seizoen direct ja. al mijn wk limiet ging lopen want de weken ervoor op training dat draaide voor geen meter mijn hoorden gingen voor geen meter. Ja. En ik heb mij daar geen enkel moment druk in gemaakt. Ja. Geen enkel moment die dacht van. Oei, je oe, oe, gaat dat geven op die wedstrijd? Ik ben echt niet in vorm nee, en dat het is ga je niet. Twee keer kegelen. Gewoon echt van. Ah oh ja, het was slechte training, niks. Alleen gewoon echt niet bij stil... Alleen zo over beginnen nadenken. En dan gewoon echt zeggen van. Oké, okay, het is nu gewoon. Het was ook altijd keihard slecht weer en niks zat mee. En dan dacht ik van. Oh, boeien. Ja. En uiteindelijk is mijn beste seizoen ooit. Dus ja. Voilà. Ja. <laughs> Top. Ik heb, uh, ik heb geen verdere vragen niet meer. Oké. Okay. Vond het kei leuk. <laughs> ja. Ik hoop jij ook. Ja, ik ook. Ik denk dat er ja. veel, dat we nu ons laatste jaar ingaan, dat er wel veel dat is cool, hè? Ik vind het ook leuk um... dat we samen zijn begonnen en dan nu ja. toch diezelfde diezelfde endpin. Inderdaad. Maar wanneer um, bent jij begonnen met profathletiek? Uh, 2000 is dus 1 januari 2013 is mijn Eerste profcontract mm. begonnen. Oké. Okay. En dan met atletiek in het algemeen? Als ah, ah, okay. dus, uh, um, ja. ik was. oké. Dus dat dan... Ik ben van 92, yeah. en jij van 91. Ja. Yeah. Dus... Ik ben al mijn veertiende begonnen, dus Parijs is dan effectief 20 jaar. Ah, ja. Dat is mooi. toch een mooi, hè? Een, ja, dat is mooi. Ja. En de reeks van de 400 woorden is op mijn verjaardag. Echt? Ja. Oh. Ja, it's meant to be. Oké. Okay. <laughs> ja. Nice. Nee, maar ik vond het leuk. Leuke babbel. Voilà. Ik uh, kijk uit naar je boek. Dank je. Dat ja. zal wel voor na Parijs zijn. Ja, ja. Dat, dat lijkt me een goed idee. Oké. Okay. Ja. Top. Weer al iets om naar uit te kijken. Ik kijk uit Anna. naar uw cross. Ja, ik kom kijken. Hulzout, als je kunt. Ah, ja. in, in november, is ja. het Belgisch kampioenschap. Uh, 19 november in Hulzout. Oké, okay, cool. Ja. Ja, waarom niet? Ja, Leuk. allemaal komen. Top. Hanna, dank je wel. Graag gedaan. En veel succes. PJ, Pieter Jan Hannes. Hij lijkt uh, rustig... Pieter Jan Hannes heeft een beetje schrik om op iemand zijn voeten te trappen. Pieter Jan Hannes, hij staat er nog altijd. Pieter Jan Hannes, wat een fantastisch atleet. En Pieter Jan Hannes, uit het gewoel blijven. Pieter Jan Hannes, ik hoop dat hij een beetje kan meedoen.